Nu nog haalt bierbrouwerij Stijl uit Almere haar hop uit Oost-Europa, de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Maar daar komt verandering in. De Almeerse brouwerij gaat namelijk haar eigen hop verbouwen. Gaat allemaal gebeuren op het Utopia-eiland in Almere. En jij kunt een hopplant adopteren. Ja, aan de telefoon Anneke Geraerts van bierbrouwerij Stijl uit Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Anneke, waarom willen jullie specifiek Almeers hop? Nou, eigenlijk omdat we proberen om nu bieren te maken die gemaakt zijn van ingrediënten die volledig lokaal zijn. Volledig Flevolands ook. En het is ons nu al gelukt om samen met andere brouwerijen om lokale gerst, biologisch geteelde gerst uit Flevoland te gebruiken als basis voor bieren. En daarnaast is natuurlijk hop een belangrijk ingrediënt. En dat halen we nu van over de hele wereld. En dat is eigenlijk heel jammer, want we hebben prima grond om hier ook hop te verbouwen. Dus we hopen door dit initiatief te nemen om ook hoppen uit Flevoland en specifiek Almere te kunnen gebruiken straks. Ja, dat hop, hè, waar wordt dat voor gebruikt in bier? Hop is eigenlijk een plant die we gebruiken om de houdbaarheid van het bier langer te maken, maar ook om wat bitterheid toe te voegen. Als je dit niet zou gebruiken in bier, dan zou je heel zoete bieren krijgen die eigenlijk heel slecht drinkbaar zijn. En hop voegt daar wat bitterheid aan toe. Ja, nu gaan jullie dat hop verbouwen op het Utopia-eiland in Almere. Kun je dat eigenlijk niet gewoon in je achtertuin laten groeien? Ja, hop kan wel in de achtertuin. Dat hebben wij ook wel eens geprobeerd. Maar hop is een vrij lastige plant. Het is een hele sterke klimplant. En hij kan in het groeiseizoen wel 10 centimeter tot een halve meter per dag de hoogte in groeien. Zo. En hij wil graag 4 tot 6 meter hoog minimaal hebben om goede productie ook van de hopbloemen te hebben die wij nodig hebben. En daarnaast is het een plant die heel erg ondergronds doorkruipt. Dus als je buren drie naast een hopplant hebben staan en ze houden dat niet goed in de gaten, dan kan het zomaar zijn dat bij jou de scheuten hop naar boven komen. Ja, ja, kun je ook je eigen biertje brouwen van de buren? Kun je ook je eigen biertje brouwen, maar het zou niet heel wenselijk zijn vaak. Nu halen jullie dat dus over de hele wereld, die hop. Dat heeft natuurlijk een bepaalde smaak. Gaat deze hop nou precies hetzelfde smaken als bijvoorbeeld de hop uit Amerika? Nee, waarschijnlijk niet. Daar is ook onderzoek naar gedaan in België. Dat je als je hoppen met dezelfde soort, dezelfde DNA plant op een andere plaats in de wereld, dan komt daar echt een ander smaakprofiel uit. Misschien ook wel geurprofiel. Maar dat is heel lastig voorspelbaar. Ook omdat er hier nog niet echt hop geteeld wordt in deze regio. Mm-hmm. Dus iedere klimaat en iedere grondsoort die voegt daar net wat anders aan toe. Dus je kan het een beetje een richting geven. Maar we weten eigenlijk nog niet precies wat het aroma van Almeerse hop nou gaat zijn. Ja, straks is het hartstikke smerig. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus we gaan 6 verschillende soorten ook planten, waarvan we weten dat het heel verschillende soorten hop zijn. Mm-hmm. Ook om te kijken welke hoppen doen het nou goed in deze grond en welke wat minder misschien. Maar ook om dat risico een beetje uit te sluiten, dat het straks alleen maar hele vieze hop is die we hebben staan. Ja, dat zou toch jammer zijn. Ja, dat zou heel jammer zijn. In principe zouden we ze altijd nog kunnen gebruiken voor de bitterheid in het bier, maar sommige hoppen hebben ook echt een heel erg fruitig aroma of hele mooie kruidige tinten. En die wil je natuurlijk ook al uit laten komen in je bier. Mm-hmm. Nou kun je dus als Almeerder of misschien wel als Flevolander zo'n hopplant adopteren. Hoe gaat dat in zijn werk? Je kan bij ons een formuliertje invullen op de website. En daarmee neem je eigenlijk gewoon deel aan het programma om een plant te adopteren. Dan kan je ook een keuze maken uit een van de 6 soorten als je dat wilt. En dan adopteer je eigenlijk de plant voor 1 jaar. En dat is 1 groeiseizoen. Dus vanaf dat het plantje boven de grond komt totdat het weer afsterft boven de grond. Dan kan je deelnemen aan natuurlijk de beheerdagen. Dan kan je meehelpen met je hopplantje zien groeien en de lucht in zien schieten. Maar bijvoorbeeld ook bij de oogstdagen die we zullen hebben in augustus, september. Om daarbij aan te sluiten en misschien de hop in je eigen hobbybrouwsels te gebruiken. Ja, want wat krijg je nou terug voor die investering? Nou ja, dat. Maar bijvoorbeeld ook gewoon dat wij natuurlijk delen overal op social media en de website dat je deelnemer bent als je dat wilt. Mm-hmm. En we gaan een bocht plaatsen op het terrein. En dat zal ook het toekomstige Floriade-terrein zijn. Waar nu ook al rondleidingen plaatsvinden. En daarop zal natuurlijk ook vermeld worden dat je een hopplant hebt geadopteerd. En adopteer je er 4, dan krijg je van ons een persoonlijke rondleiding met een groep bij ons brouwerijtje en bij de hoptuin zelf. Ja. Yeah. Dus dat krijg je ervoor terug. Naast gewoon de voldoening natuurlijk
om dit te ondersteunen als project. Ja, en dat je iets helpt groeien. Wanneer weet je nou of die oogst gelukt is? Dat je het echt kan proeven? Als het goed is, kunnen we eind augustus en begin september gaan oogsten. En de planten die zullen de komende jaren waarschijnlijk iets beter gaan wortelen steeds elk jaar. Dus we denken dat de oogst over een aantal jaren groter zal zijn dan dit eerste jaar. Mm-hmm. En we zullen waarschijnlijk tijdens juni, juli echt wel kunnen zeggen van doen de planten het goed genoeg om ook oogst te hebben dit jaar. Yeah. En dat is echt een experiment, dus we weten dat nog niet 100% zeker. We hebben wel planten die we neer gaan zetten die niet één jaar al leven. Die leven wat langer al, die verplanten we dan hier naartoe. Dus het zijn wel al redelijk sterke planten die we gaan neerzetten. Ja, en het dus eerste biertje? Dit jaar oogst. En het eerste biertje wat je kunt proeven? Ja, het eerste biertje zal dan zeg maar in de herfst / winter zijn. Dus het zal zijn waarschijnlijk in oktober of november dan dit jaar. Nou, waar kunnen mensen nog even kijken hoe ze een hopplant kunnen adopteren? Wat is jullie website? Dat is www.brouwerijstijl.nl. En daar kun je op de link klikken naar de Stijl Hoptuin. En daar vind je alle informatie en het aanmeldformulier. Dankjewel, Anneke Gerards van Brouwerij Stijl uit Almere.